We hebben heel wat moeten slikken de afgelopen dagen, maar nu lijkt het water op de meeste getroffen plekken toch stilaan weggeëbt. Wat overblijft is een berg slip en een ramp van formaat, want het water laat genadeloze littekens achter op elk stukje hebben en houden. Maar het kalf is nooit helemaal verdronken, weten binnenhuisspecialisten allerhande. En vandaag bieden zij dan ook, overal waar nodig, specifieke spullenhulp. Mensen denken alles is reddeloos verloren, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als je zegt van ik blijf kalm en ik pak het op de goede manier aan, kan je toch nog een aantal dingen redden. Wij hebben ook water binnengekregen. En dat is natuurlijk ja, wel met modder en zo bij, maar ja, je moet het goed aanpakken en dan kun je dat wel oplossen. Dus het eerste wat je moet doen als het tapijt waterschade gehad heeft, dat is het eigenlijk terug nat maken. Natuurlijk, als je zo van die kleren hebt, vol modder, moeten die wel eerst een keer gespoeld worden. Dit is wat je noemt waterschade. Wat doe je dan best? Eerst zoveel mogelijk opteppen. Je hebt droge doeken. Foto's kun je dus ook redden als ze bijvoorbeeld in het water gelegen hebben. Door eenvoudigweg, als ze vuil zijn, afspoelen onder stromend water. Ze op een ondergrond leggen die vocht opneemt. En met een proper zeem zachtjes afzemen. Het volgende wat je moet doen, is het water zoveel mogelijk uit het tapijt halen. Een stuk of 4-5 schepjes doe je daarin. Zo. Nevelie, pak dat eens aan. En dan moet je goed mengelen. Tussen de natte blaren steek je vloeipapier om zoveel mogelijk het vocht op te absorberen. Je wringt dat goed uit dus. En dan steek je dat in een machine. En dan waste dat met een product dus voor witte was. Laat die massieve kast op zijn gemak droog. Met geen nadroger of met geen verfbrander erop zitten voor het versnellen van dat drogen. Doe dat niet, want je gaat barsten krijgen in je hout. De bedoeling is dat je een natte tapijt over iets hangt. Dat kan bijvoorbeeld een fiets zijn. Alleen lukt dat nooit. Je bent best van je buurman om hulp te vragen. Zeker niet op chauffages drogen. Je zorgt dat er een goede ventilatie is van lucht. En je zorgt dus dat de verwarming ongeveer maximum 18 graden is. Nu denk niet dat je boek helemaal in de juiste staat gaat herstellen. De bladeren gaan gerimpeld blijven, maar je inhoud is gered. Je zult zien dat dat begint te krullen. En van het moment dat ze echt goed opkrullen, zijn ze eigenlijk droog. Als het bijvoorbeeld tot hier in het water heeft gestaan, gaat het dus van hier tot daar een kleurverschil hebben. Dat kleurverschil laat het gerust, laat het gewoon echt schoon drogen. Hè? En als dat kleurverschil te erg wordt, moet je dat natuurlijk bijkleuren. Als het tapijt droog is, is het goed om het tapijt zo even tussen de vingers te nemen en te luisteren of het tapijt kraakt. Als het tapijt kraakt, betekent dat de vezel gebroken is of de vezel breekt. Wat betekent dat uw canvas van het tapijt een onherroepelijke schade heeft ervaren. Hoor je niets, dan is er niks aan je tapijt. Het is belangrijk dat je het zo vlug mogelijk doet, want dan is er veel kans dat het wel in orde komt. Want als je het te lang laat liggen, dan... Modder is iets heel slecht voor weg te krijgen.